Kijk je achteraf naar deze situatie? Nu je dit hoort, dit verhaal. Nou ja, achteraf kan ik me er wel over uh, kwaad over maken. Dat we misschien wel aan een hele gevaarlijke situatie zijn blootgesteld. En dat dat dan zomaar kan. Professor Beurdorf is epidemioloog, verbonden aan het Erasmus MC. Volgens Beurdorf sterft bij de maximaal toegestane concentratie asbest in de lucht 1 op de 10.000 mensen die in het verleden met dat asbest hebben gewerkt. En op de Rotterdam werd die norm dus 15 maal overschreden. De norm gaat uit van een risico die, dat ongeveer bij langdurige blootstelling 1 op de 10.000 mensen aan die ziekte zouden kunnen overlijden. Maar 15 keer zo hoog risico betekent een 15 keer zo grote kans. Dus 10.000 10 mensen, ja, 15 overlijden aan die ziekte. dat is in Nederland onacceptabel. Gemiddeld kan het zo'n 40 jaar duren. voordat mogelijke gevolgen van blootstelling aan asbest zich openbaren. Meestal gebeurt dat dan in de vorm van mesothelioom. een zeer pijnlijke vorm van kanker in de longen. In het geval van de Rotterdam wordt medewerkers geadviseerd om zo snel mogelijk alles wat er in Gibraltar gebeurd is vast te leggen. Als bewijslast voor latere claims, zegt de juriste Dr. Waterman. Gespecialiseerd in de vaak ingewikkelde juridische procedures rond asbestslachtoffers. Probeer een schriftelijk dossier op te bouwen van alles wat er is gebeurd: alles wat er heeft gespeeld. Wanneer, waar, hoe, welke materialen, welke omstandigheden. En. Zorg ook voor een aansprakelijkstelling aan de aansprakelijke partij. Voor de mensen die recentelijk enige jaren geleden zijn blootgesteld, heeft dat niet zo'n heel grote haast. Omdat asbestziekten typisch er decennia over doen om zich te ontwikkelen. Maar voor de mensen die later ziek worden, is het van groot belang om een aansprakelijkstelling zo snel mogelijk de deur uit te doen. En natuurlijk kun je door dat nu reeds te doen, in ieder geval de verjaring stuiten. Ja, ja lijkt mij een optie, maar daarvoor zou ik me dan eerst willen laten adviseren. Ja, dat ga je wel doen. Jazeker.